Pakken we woensdag. Ik zit nog altijd in mijn prijzenkluis en dat wist ik al. Maar wat ik nog niet wist, is dat Melissa hier bijzonder sterk in origami was. Ja, ze moet een roze tijger vouwen. Of enfin, proberen. Ik zie dat ze al overgeschakeld is op plakband. Misschien is dat ook een beter idee. Maar wie hier nog in mijn prijzenkluis zit, is Katja Retze. Dat verdient altijd een applausje. Ik zei het al daarnet, je hebt een nieuw boek uit. De Roze Tijgers en de Verdwenen Juf. Misschien moet je voor die drie aliens thuis nog eens vertellen wie of wat de Roze Tijgers zijn. Wel, de Roze Tijgers, dat zijn deze meisjes. Ze zijn heel goede vriendinnen. Ze verschillen heel erg van elkaar qua karakter en zo. Ze hebben af en toe ook eens ruzie, hè, zoals normale vriendinnen. En ze hebben samen een clubje gevormd. En dat heet dan de Roze Tijgers. En ze hebben een clubhuis ook. Ja. En ze beleven heel spannende avonturen. Dus het zijn wel stoere meisjes. Ja, ze zijn best wel stoer. De ene al stoerder dan de ander. Ja, en dit is het tweede boek. Het is de Roze Tijgers en de Verdwenen Juf. Al eerlijkheid, moest mijn juf vroeger verdwenen zijn, ik zou dat niet zo erg gevonden hebben. Ja, oké. Maar er zijn soms wel echt van die hele leuke juffen. Hè? Dat is ook wel. En zij gaan net naar een nieuw schooljaar krijgen, een nieuwe juf. En blijkt wel echt een heel toffe te zijn. Dus ze vinden het wel jammer dat ze verdwijnt. Plots is hij weg. Ja, die is plots weg. Heel mysterieus verdwijnt hij. En dan komt er iemand in de plaats die helemaal niet zo leuk is. Dus ze gaan op zoek naar hun verdwenen juf. En dat is een heel spannend verhaal. Is het een autobiografisch verhaal? Nee. Heb je het zelf meegemaakt? Ik ben nooit op zoek gegaan naar een verdwenen juf. Nee. Maar in mijn fantasie gebeurt er van alles, Joyce. Ja, blijkbaar. Zeg, en ik heb gehoord dat er ook een wedstrijd is voor jonge schrijvers. Ja, absoluut. Via de Jommekes krant kan je je inschrijven om zelf een verhaal te schrijven. Dus je kan dat ofwel samen met je klas doen, ofwel apart. Maar als je wint, dan kom ik sowieso voorlezen in de klas. En dat is nog veel leuker, je verhaaltje wordt gepubliceerd achteraan in het volgende boekje. En dat komt uit na de grote vakantie. Alright. Ja. Dus vandaag, Jommekeskrant, ja, invullen, daar staat alle info in. Doorsturen. En wie weet sta je dus in het volgende boek. Katja, we gaan straks nog even verder babbelen. Oké, goed. Rust even. Puf. Oké. Lig, whatever. Kazoom! Welkom terug bij Wakko Woensdag. Maar het altijd een beetje wakko is. En vandaag extra wakko voor Melissa hier. Want haar derde opdracht was raden wat er in de voeldoos zit. Het is een beetje vies, hè? Ja, het is een beetje vies. Ja. In mijn Wakko Woensdag zit ook nog altijd Katja Retzij, want zij heeft haar tweede boek van de Roze Tijgers uit. De Roze Tijgers en de Verdwenen Juf. Wanneer ligt die eigenlijk in de winkels? Wel, eigenlijk nu, op dit moment. Dus van zodra Kazoom afgelopen is en deze aflevering, dan lopen we, met z'n allen massaal naar de winkels. Ja. Winkels die dus dit boek verkopen, jullie zijn gewaarschuwd. Kan je eigenlijk heel bekend worden als je boekenschrijver bent? Ja, dat kan. Dat kan in Vlaanderen, maar ik denk dat het nog beter kan als je boeken vertelt, natuurlijk. Ah, ja. En dan kan je bijvoorbeeld naar Amerika. Naar Amerika, dat is zo leuk om naar Amerika te gaan. Ik ben op dit moment trouwens een stukje aan het vertalen om te kijken of we... In Amerika? Die eventueel naar Amerika, of misschien Britain, hè. Britain kan ook, hè. Nee, maar Amerika, daar is Hollywood. En in Hollywood kan iedereen groot worden. Ah, ja. Ja, want ik ben er al eens geweest. Ja. Anders gaan we naar het filmpje kijken. Ah, ja, is goed. Ja, blijf dus nog even hangen voor het filmpje. Maar ik ga toch al dankjewel zeggen om langs te komen. Graag gedaan. Ik vond het echt super tof dat je er was. Ik wens je heel veel succes met het boek. Dankjewel. En met de baby in de buik.